Goedenavond. Over 5 dagen is het Koninginnedag. 15 jaar geleden was dat een extra groot feest. Amsterdam was in feeststemming en uit de hele wereld waren hoogwaardigheidsbekleders toegestroomd. We zetten de tijd stil op 30 april 1980. Amsterdam, 30 april 1980. Overal gonst het in de stad, maar het zou feest zijn. Nederland krijgt een nieuwe koningin. Op het balkon van het paleis op de Dam stelt de oude koningin haar dochter feestelijk voor aan het volk. Juliana neemt afscheid. Beatrix begint. Misschien lag het aan de tijd. Misschien lag het aan de stad. Of misschien was het gewoon een ongelukkig toeval. Maar een feest werd het niet. Het werd een confrontatie. Nee, een feest werd het niet. Want, vonden de krakers, zolang er woningnood is, wat valt er dan te vieren? En een van de Amsterdammers die met die krakers sympathiseerde, dat was Frans Guit. Frans, wat was jij van plan die dag? Waarschijnlijk een eigen feestje te gaan vieren. Ik wist dat er een kraakactie zou zijn. En daarbij dat er een feest zou zijn daaromheen. En ik was van plan daarheen te gaan. En misschien zou ik nog gaan demonstreren, maar dat wist ik niet. Was jij een gewelddadig type toen? Absoluut niet. Kijk even naar de beelden van toen. Dat ben jij, hè, met die stenen? Ja, dat klopt. Wat is er met je gebeurd? Toen die dag? Ja. Toen kwam er ineens van alles naar boven. Wat ergernis, irritatie, frustratie. Zoals? In ieder geval een hele hoop politiegeweld. Vele dagen daarvoor. Ik heb de Vondelstraat in gedachten. Nou, toen datgene wat daar op me afkwam. In de Kinkerstraat, 's morgens. En daarna nog eens een keertje. Op het moment dat je denkt van we gaan een demonstratie beginnen. En voordat de demonstratie goed wel begonnen was, werd er alweer gemept. Wat gebeurt er met jezelf dat je met stenen gaat gooien? Ja, dat is een goede vraag. Op een gegeven moment is de maat zo vol dat het het enige is wat je kan doen. Je pakt wat je pakken kan en de maat is vol. Dat is het gewoon. Frans Guit was een van de stenengooiers. Een van de politiemannen die stenen naar zijn hoofd kreeg, was Jimmy Nijman. Wat komt er bij u boven als u de beelden weer ziet? Ja, wat komt er bij je op? Dat het op alle manieren de zwartste dag van mijn politieloopbaan geweest is. Voor mij. En nog. Hoe vindt u het nu om naast zo'n stenen gooien te zitten? Ja, dat doet me nu niets meer. Hoe stond u destijds tegenover mensen zoals hij? Een beetje heftig, denk ik. Ik kom daar aan en ik krijg van alles naar mijn hoofd. En nou ben ik aan verbaal geweld wel gewend. Maar niet dat ze daar met stenen en van alles beginnen. Dus daar reageer je eigenlijk op dezelfde manier. Oké. Okay. Ja, er is die dag vreselijk veel misgegaan. En het was nog wel zo goed voorbereid. De hoogste chef van de openbare orde was minister Hans Wiegel, destijds minister van Binnenlandse Zaken. Al een maand van tevoren had hij aangekondigd dat er kost wat kost feest gevierd zou worden. Ik ben ervan overtuigd dat ons volk in overgrote meerderheid wil dat die 30ste april een feestelijke dag wordt. Het moet ook een feestelijke dag zijn. Ik vind ook dat we onze oude koningin, onze nieuwe koningin, haar die feestelijke dag moeten bieden. En ik wil in alle nadruk zeggen dat ik het niet aanvaardbaar vind als er elementen zouden proberen die dag te maken tot een dag met rellen. Dat kan niet worden aanvaard. Meneer Wiegel, het lijkt wel of u
het verloop van die dag als een soort persoonlijke erekwestie opvatten. Was dat zo? Nee, dat was het niet. Maar het was natuurlijk wel zo dat via onze informatie wij het bericht binnen hadden gekregen dat sommigen zouden proberen, of sommigen, een aantal lieden zouden proberen iets anders van die dag te maken. En mijn oproep was erop gericht om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurde. Maar denkt u dat deze oproep dat effect zou hebben? Of juist het tegenovergestelde? Waarom niet? Mensen kunnen toch luisteren naar argumenten. Ik vond het altijd hoogst merkwaardig dat wanneer de woningnood aan de orde werd gesteld, of wanneer het kraken van woningen daarbij aan de orde kwam, dat er dan vervolgens geweld moest worden gebruikt. Hè? Had u iets anders wat kunnen verwachten? Wat heb je eraan? Verwacht, we hebben dat zopas net op de televisie gezien. Waarom moeten er stenen worden gegooid? Waarom moet er worden gemolesteerd? Wie heeft daar baat bij? Toen niemand, en als ik de beelden terugzie, dan denk ik, ja, wie is er eigenlijk wat mee opgeschoten? Zijn alleen in wezen alleen maar verliezers geweest. De opdracht van Hans Wiegel om het vooral feestelijk te houden moest nog wel even worden uitgevoerd natuurlijk. Bijvoorbeeld door de bataljonscommandant van de mobiele eenheid, Leendert Dorst. Meneer Dorst, meneer Wiegel zei het al, waren plannen voor demonstraties, kraakacties. Wat waren de afspraken over al dan niet ingrijpen? Er was een scala van afspraken gemaakt. Wat wij wisten op die dag was dat er ongeveer 5 of 6 demonstraties zouden gaan plaatsvinden. En over iedere demonstratie zijn afspraken gemaakt. En daarbij ging het steeds om het hoofddoel. De troonswisseling moest ongestoord plaatsvinden, met garantie voor de veiligheid en vrijheid van alle bezoekers in de kerk. En in de tweede plaats, in godsnaam geen doden. Laat de politie niet schieten. Meneer Wiegel heeft dat toen gezegd, meneer De Wit ook, die toenmalige commissaris van de Koningin. Met alles wat er fout is gegaan, denk ik dat wij een verschrikkelijk groot winstpunt hebben gescoord door het vaststaande feit na afloop dat er niet geschoten is. Heeft veel gewonden gekost bij de politie, maar als we dat gedaan hadden, dan hadden we een, ook in het kader van zo'n troonswisseling een hele slechte dag gehad met z'n allen. Is er iemand van de manschappen die hier aanwezig is die inderdaad persoonlijk zo bedreigd is dat hij eigenlijk zijn vuurwapen had willen gebruiken? Wij waren het theaterpeloton. Wij waren die periode getraind om de rellen te bestrijden. Wij kwamen aan met ongeveer 40, 45 mensen en binnen 3, 4 minuten werden er 8 of 9 gewond afgevoerd. Vanwege de stenen die gegooid werden. De bescherming was toen nog niet zo goed als wat we nu hebben. En dat ging echt met hele dikke keien. En binnen een paar seconden waren er dus gewonden. En u heeft toen op dat ogenblik in de verleiding gestaan om uw wapen te gebruiken? Nou, ik kon het dus niet. Ik was chauffeur die dus daarin stond met de wagen. Maar wij hadden dus onder meer geoefend schutters en dergelijke aan boord. Die stonden op het punt om te gaan schieten. En tot een collega hiernaast kwam en die kon ze weghalen. Waardoor dus de gewonde collega's veilig in een politiewagen konden komen en daarna afgevoerd worden. Maar dat is heel kiele geweest. Dank u wel. De politie wil die dag, net als altijd, de orde handhaven. De krakers willen vooral kraken. Geen woning, geen kroning. Dat is de leus. En al vroeg in de morgen beginnen hun acties. In de Kinkerstraat, waar een leegstand kantoorpand wordt gekraakt. Meneer Nijman, u was daar ook met uw groep. Er wordt flink gemapt, hè? Heeft u ook meegemapt? Nee, want ik zat in het midden uiteraard als commandant. Dus, en het mappen is daar in de kant, hè. En ik zie dat. Maar heeft u opdracht gegeven om te mappen? Het zal op die plek daar wel nodig geweest zijn. Ja. Meneer Dorst, u was bataljonscommandant. Was dit een van de afspraken bij kraakacties? Hard ingrijpen? Nee, zo was het niet. U zei net ook dat wij van plan waren die dag de orde te handhaven. Hè? Nou, heel Amsterdam was wanorde. En die orde te handhaven hadden wij al lang verlaten. Hè? Dat heeft nooit ons doel geweest. Hè? We hebben het maar ons beperkt tot veiligheid. Van iedereen. Hè?
van iedereen in de stad op die dag. Dat is één opmerking. En de tweede is, die meneer had het daar straks over. Ik denk dat dat een van de kernpunten is. Hij was bereid om rustig demonstrerend de stad in te gaan, maar voelde plotselinge woede en enfin, dat verhaal wat hij net vertelde. Daarvan was al eigenlijk een maand of twee sprake in de stad. Er waren steeds rellen met geweld. We wisten allemaal dat er wat ging gebeuren, hè? Maar waar en wanneer en hoe, we hadden wel erg veel informatie. Maar op een gegeven moment is er een enorme ontlading gekomen van die langzaam opgebouwde spanning op die Kinkerstraat, Bilderdijkstraat. Nou, ik heb bijna 25 jaar bij de ME gezeten, maar ik heb nog nooit zo'n gewelddadige situatie meegemaakt als op dat moment zich manifesteerde. Het was echt heel erg. Ja, Frans Schuit, jij was er toen bij? Ja. Want jij zou daar een feestje gaan vieren. Jij hebt dit gezien waarschijnlijk. Ik heb dat gezien en ik heb met stomme verbazingen achteraf gehoord dat het helemaal niet de bedoeling was om een pand weer te ontruimen, maar om daar verkeersmaatregelen te nemen. Want er was er waren dranghekken geplaatst, zodat er dus, het verkeer niet mogelijk was op die plek op het kruispunt zou een feestje gevierd worden. En het was dus de bedoeling, begrijp ik achteraf, om die dranghekken weg te hebben en al die mensen. Nou, toen werd er weer zo gigantisch binnen, echt zo van, je ziet de busjes uitkomen, er werd wat getoeterd en hup, meppen met z'n allen. Volkomen onbegrijpelijk. En het blijkt ook achteraf nergens voor nodig geweest zijn. Wat was het effect van die actie van de politie op jou? Ja, dat ik dus alleen maar geladener werd daarvan. Ik ben wel weggegaan toen. Ik dacht van nou, hier wil ik verder niks mee te maken hebben. Maar het was wel van nou, wat misschien nog eventueel feestelijk voor mij had kunnen zijn, was het absoluut niet meer daardoor. Jij besluit dan om naar de demonstratie te gaan. De demonstratie die van start zou gaan van het Waterlooplein. En die mede was georganiseerd door de PSP jongerenvoorzitter Bam Kat. Wat was het motief voor de demonstratie die mede door jou was georganiseerd? Nou, ik denk dat het een antwoord was op Hans Wiegels zijn uitdaging. Hij een feest in Amsterdam in een situatie die ongelooflijk gespannen is. En koste wat het kost, het feest moest doorgaan. En dat kon niet in Amsterdam. Maar is dat dan zoiets van, je gooit je kont tegen de krip, hij wil een feest, dan zullen wij het wel even verstoren? Is dat nee, ik bedoel, althans voor mijzelf was het niet de bedoeling om met geweld over de Blauwbrug naar de Damrak te komen, of naar de Dam. Terwijl onze kersverse vorstin wordt ingehuldigd, vertrekt een eindje verderop de demonstratie. De demonstranten starten vanaf het Waterlooplein. Hun doel, dat spreekt voor zich, is de Dam. Nou, als ze ergens niet naartoe mogen, is het wel de Dam. Commandant Dorst, die met zijn mannen de Blauwbrug is gaan staan, wil de demonstratie dan ook omleiden. Ik ben best bereid hiermee terug te laten gaan, maar laten we dan gaan. Over de route. Hé, wat is dit? Wat doen we nou? Hé, hey, godverdomme! Ja, dan moeten ze geen stenen gooien, hè? Dan moeten ze geen stenen gooien, meneer Dorst, roept u. Is dat de reden waarom u uw mannen laat oprukken? Nee, nou beticht u mij van vals spel en ik wil, nou, zo komt het over, dus daar ga ik niet in mee. Het was niet zo dat dit een opzetje was, hè. Ik loop even alleen de Blauwbrug op en jongens, als ik aan het praten ben, hè, komen jullie gauw en ram je ze in elkaar. Wat zo was het dan? Is nou niet, hoor. Wat was het dan? Ik dacht wel op dat moment, het beste wat ik kan doen is die brug oplopen. Ik zag die meute in de verte aankomen. Ik dacht, ik ga eens kijken of er een paar mannen bij zijn waar ik gewoon mee kan praten. En kijken of we niet op een... Want ordehandhaving begint toch altijd met gewoon doen. Hè? Met gewoon praten. Hè? En niet met slaan. Dat denkt men wel eens dat wij dat willen. Maar de mannen achter onder die helmen en met die stok zijn ook door de week gewone agenten. Hè? We hebben goddank geen beroeps-ME. Dus men wilde... Men vond dat goed maar in het kleine groepje van politiemensen waarmee ik dat besprak, razendsnel. En ik naar voren, maar iedereen heeft dat niet in de gaten gehad, kennelijk, wat er gebeurde, wat ik beoogde. Ik kon dat ook in dat vreselijke lawaai niet aan iedereen gaan vertellen, met uitleg compleet, et cetera. Dus wat gebeurde, een aantal politiemannen dacht, wij moeten zelf ook maar initiatief nemen. En wij rukken in linie op naar voren, want wat daar aan zit te komen is een ramp. En zo gebeurde achter mijn rug iets wat ik niet
heb beoogd, niet heb geweten, niet heb vermoed en niet heb gewild, maar waarvan ik de goede bedoeling wel begreep. Ja, maar wat, maar goed, wat, toen wat, was...